Bewoners van het Harriet Roland Holsterf krijgen te horen wat er op hun woonerf in Stadspolders gaat veranderen. Over 2 jaar wordt een deel van het riool vervangen en de straat opgehoogd. Bewoners mogen meedenken over de nieuwe inrichting. Het aantal parkeerplaatsen, drempels en waar de bomen en groenstroken moeten komen. Aan de hand van de ideeën van gisteravond maakt de gemeente een voorlopig ontwerp dat tijdens een volgende bewonersavond wordt gepresenteerd. Ook het Pulbuk-erf wordt opnieuw bestraat en ingericht. Die bewoners kwamen dinsdag al bij elkaar.